Van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Met ook in deze aflevering, Sari, een aantal leuke gasten. Ja, en die gasten die gaan we weer prachtig ontvangen in Bellevue. We gaan straks diverse onderdeeltjes doen. Maar we gaan ook praten met Herman Jonkmans van Stichting Thuiswonen. We hebben de straatpraat en daarin gaan we praten over Appelpop en het Corso. Ja, we hebben natuurlijk ook ons bloemetje. Maar we beginnen met Pieter van den Burg. Pieter, in deze hoedanigheid, want je hebt nogal wat verschillende petten als het om het Tielse gaat, als mede-organisator van Jazzy Tiel. Ja, ik draag meestal een hoed, dus geen pet. Maar ik zit hier voor Jazzy Tiel, ja, vanavond. 2 tot 9 november gaat het weer gebeuren. Een hele week Jazz en Tiel. Ja, daar zijn we heel trots op dat we het een week kunnen doen. We hebben nu ook, we zijn eigenlijk begonnen met 1 avond ooit. En dat is 8 jaar geleden. Dus het is dus het 8e Jazzy Tiel dit keer. En dat is eigenlijk uitgegroeid nu naar een hele week waarin ook ondernemers uit Tiel, restaurants, cafés, horecagelegenheden, maar ook de Schouwburg de Agnietov, die zelfs 3 dagen een programma neerzet. En dat we ook een stukje kwaliteit op jazzgebied in Nederland, maar ook internationaal mogen laten zien. Dat concept is eigenlijk, zoals je zegt, 8 jaar geleden gelanceerd. Klein. Er zijn natuurlijk wel nuances aangebracht, hè, zoals de Agnietov die daar meer en nadrukkelijker bij betrokken is. Ja. Zijn er nog meer veranderingen die op stapel staan? Ja, en dat is dat we ook weer terug naar het kleine willen. We willen eigenlijk het liefst het kleinste festival van Nederland zijn. En daarin hebben we dus dit jaar voor het eerst we zijn eigenlijk begonnen met de Plantage, met Karen Zwart, die heeft ons de ruimte gegeven om dit te doen. En we hebben dit jaar hebben we eigenlijk die banden weer aangehaald en we gaan huisconcerten organiseren. Daar hebben we ook een bedrijf bereid voor gevonden, de Vree & Sliepen, om dat te ondersteunen. En dat we jonge mensen die op de Plantage muziek maken en ook in de jazz zien, dus singer-songwriter. En dan praat je echt over mensen van 15 jaar en die ontzettend goed zijn. Die dus een concert komen geven in een huiskamer en die dan in de tweede helft van de avond, dat we daarin wat mensen uitgenodigd hebben die wat gelauwerd zijn in Nederland en dat die combinatie heel erg leuk zijn. We hebben ook een mevrouw bereid gevonden, dat is mevrouw Nettie Diepenveen, Kerkstraat. En dat pand, dat was vroeger een schoonheidssalon. Ja. En zij wil daar concerten organiseren en we hebben in ieder geval minimaal daar 2 huisconcerten in samenwerking dus met de Plantage. Dat zijn letterlijk huisskamerconcerten. Ja, ja. Heel dat intiem. Is geweldig. Heel intiem. Ja. En je hebt je ongetwijfeld de afgelopen periode ontzettend gestort op dat lokale talent. Ja. Ja, ben je erg onder de indruk? Ja, want ik vind dat ook het muziekonderwijs in Nederland heel erg hoog is. En als je kijkt ook naar in de tijd van Cresup, van mensen die doorgebroken zijn. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat er heel veel vrouwen en meisjes muziek maken. Hè, want vroeger was het toch een mannenwereld. Ja. En dat komt ook door onze opleidingen die wij toch hier in Nederland, waar we trots op moeten zijn. Dus je wilt uiteindelijk groot worden door klein te blijven. Ja. Inmiddels staat Jazzy Tiel natuurlijk in Tiel in de regio staat al als een huis. Maar niet alleen maar lokaal talent komt, hè? Nee, we hebben het geluk gehad dat we Treintje Oosterhuis met een heel bekend orkest kunnen krijgen. Hoe staat het in zijn werk gegaan? Want je zegt geluk. Nou, wij wisten dat ze in Nederland waren voor 3 concerten. Maar dan een echt voor de grote. Een Treintje hoort ook een deal. Treintje hoort in Nederland, maar we wisten dat in ieder geval het Amerikaanse orkest was. En die ging met Treintje samenwerken. Het is trouwens een orkest dat ook met Charles Aznavour door de wereld heeft getoerd. Dus wauw, dat is echt het niet minste. Dat is niveau. Dat is echt niveau. Wereldniveau. Ja, wereldniveau. En ze waren 1 avond vrij en wij zijn heel gauw gaan bellen en wij konden daartussen komen en we hebben ze een aanbod gedaan en daar hebben ze op gereageerd, heel positief. Dat heeft ook te maken dat we altijd onze rekeningen netjes betaald hebben. En, want dat is wel handig. Ja. En dat is heel relatief erg handig. Belangrijk. Ja. Dus je moet wel de rekeningen betaald hebben en ze komen heerlijk natuurlijk. Weet je de datum op dat ze komen? 8 november, dus de zaterdag. In de Agnietov. In de Agnietov. Nou, daar is van alles nog rondomheen te vertellen. Dat gaan we zo dadelijk doen. Maar we hebben ook een impressie van wat Treintje Oosterhuis doet als het gaat om jazz. Daar ga ik nu naar kijken. Oh,
Nou, dat was echt indrukwekkend. En dat komt gewoon naar Tiel toe, Pieter. Ja, dit is echt wereldformaat. En wij zijn daar heel erg blij mee. Ze komen de hele dag bij ons repeteren ook. Hè, want ze moeten dus 4 concerten in Nederland geven. Wij zijn eigenlijk het kleinste concert. Want je moet dus voorstellen dat ze in de Doelen spelen. Nou, dan praat je toch over 300 stoelen. En wij hebben er in de Agnietof maar 780. Ja, 3000. 3000 stoelen, sorry. Ja, iets meer. En ik ben ook heel erg blij dat ook de Schouwburg-directeur Ruud van Zuilen daarin heeft geanticipeerd. En gezegd, nou, daar gaan we voor, dat gaan we doen. We gaan er ook een stelletje sponsors voor zoeken. EB Personeelsdiensten, die heeft ons heel erg geholpen om ook het risico te kunnen dragen. Want het gaat over heel veel geld. Ja, er zit een mega orkest bij en treintje. Dat zal wel aardig in de papieren lopen. De Jazzy Nightclub. Die is de avond ervoor en die is al eigenlijk bijna uitverkocht. Want, want dat is waarin ondernemers elkaar ontmoeten. Dus eigenlijk een beetje de oude formule wat vroeger de Nacht van Tiel had. Van Tiel meets Tiel. Hè? Dus ondernemers, maar ook gewone mensen die elkaar daar... En die willen dus echt ook lekker aangekleed daar een feestavond, een hapje en een drankje. Kun je iets vertellen over de programmering dat daar op het podium staat? Ja, we hebben daar een hele jonge talentvolle jongen die trompet speelt. Dat is de nieuwe Miles Davis van Nederland, Rob van der Wouw. En die met een VJ, dus we willen het ook wat spektakel hebben dat er ook visueel iets te zien is. Dan hebben we onze oude good old Jules Deelder. Oh echt? Echt. In de 70. En Hans Dulfer die heeft ons gebeld. En daar konden we niet nalaten. En die vroeg, mag ik alsjeblieft komen? Want mijn vrienden komen. En hij heeft ook gezegd, ik pas de prijs aan. En als ze niet dansen, dan krijg ik het geld terug. Oh, echt? Ja, geweldig. Leuk, nou, geweldige programmering. Maar goed, daar zijn nauwelijks nog kaarten voor beschikbaar. Nou, die zijn er nog wel voor de tribunes. Met alle tafels zijn uitverkocht. Maar wil u het echt meemaken? Want het is echt een sensationeel programma. Ontzettend leuk. Hè? Dus het is Tiel meets Tiel. Dus kom kijken en zorg dat je een kaart koopt. Het is niet duur, maar het is wel heel erg leuk. Ja, unieke kans. Ja. En voor Treintje Oosterhuis zijn ook nog kaartjes te krijgen. Hè? Voor Treintje Oosterhuis zijn nog kaarten te krijgen. Ik kan u ook nog iets anders vertellen. Dat we op de donderdag zijn we bezig met Jan Akkerman om hier naar Tiel te halen. Dat is al een ook speciaal concert. Dat is ook niet de naam. Minste. En daar zijn we een speciaal concert aan het regelen in de bovenzaal in de beurs. En dan waarschijnlijk, daar zijn nog onderhandelingen over van met wie dat die gaat komen. Nou, dat klinkt allemaal fantastisch, Pieter. Dat belooft een heel mooie week te worden. www.jazzytiel.nl. Juist. En daar moet u zeker op kijken, want dan zie je dus elke wat er ook in de kroegen en in de restaurants zijn de hele week. Want we hebben een hele week voor het publiek in het programma. Nou, dat belooft een feest te worden. Veel succes. Dankjewel. Wij van Tiel en Tafel zijn hier de stad in gegaan en we hebben aan het winkelend publiek gevraagd: wat vond u van het Appelpop en Corso Weekend?
Wat ik heb gehoord was het wel gezellig. Alleen ik ben er zelf helaas niet bij geweest, want ik was druk bezig met sporten. Oh, dat was gehoord dat het heel mooi was, maar ik was zelf ziek. Dus ik kon er niet naartoe. Dat is jammer. Maar ja, de leeftijd is natuurlijk voor appelpop, hè. Beetje te harde muziek voor mij, hè. Maar verder was het een heel gezellig weekend. Hè? Ik heb er niet zoveel van meegekregen, eerlijk gezegd, nee. Dus alleen maar gehoord. Maar ik heb gehoord dat het geweldig was, dus... Ja, naar Fruitcorso ben ik niet geweest, alleen naar appelpop. Was helemaal goed, hoor. Ja, ik hoop dat het elk jaar nog doorgaat. Appelpop ben ik 1 avond geweest. Op mijn leeftijd was 2 iets te vermoeiend. Dat vond ik heel leuk. En Fruitcorso heb ik heerlijk luxe op een balkon langs het parcours doorgebracht met een wijntje erbij. Ik ben er niet geweest, dus... Nee, al 5 jaar niet meer, denk ik. Nee, het is niks voor mij. Dus... Wel gezellig, ja. Ieder jaar gezellig dus. Helemaal super. Hij was van Bosrak, hoor. Ja, en voor zo? Dan moet je geen enkel. En Tiel aan tafel, nu tijd voor de volgende gast. En dat is Herman Jonkmans. Hij is partner bij het servicepunt Thuiswonen. Herman, van harte welkom. Mag Herman zeggen, neem ik aan. Ja, graag. Tuurlijk. Het servicepunt Thuiswonen. Er is heel wat aan de hand als het gaat om zorg in Nederland. Ja. De WMO, het gaat veranderen per 1 januari. Komt heel veel op mensen af. Er zijn heel veel wilde verhalen. En wat doen jullie nou precies? Er gaat inderdaad heel veel op mensen af, precies. Maar niet alleen per 1 januari. Hè, dat is ook de komende jaren. Gaat er nog meer gebeuren en al met al ontzettend kort samengevat. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. En ik denk dat mensen dat ook willen. Maar daar is wel wat voor nodig om dat mogelijk te maken. En dat servicepunt, dat gaat ervoor zorgen dat die zaken gecombineerd worden. Ja, vat precies. Ik het zo samen? Servicepunt is geen zorginstelling. Hè. Dus we hebben medische zorg, we hebben thuiszorg. Dat gaan we niet doen. Maar als je de medische zorg in de thuiszorg ziet, heb je ongeveer 20% van wat mensen moeten regelen als ze thuis willen wonen. En die 80% richten wij ons op. En dan in samenwerking natuurlijk met de thuiszorg en de medische zorg. Zodat er 1 geheel ontstaat. En het servicepunt Thuiswonen wil eigenlijk een trechter worden voor alle problematiek, alle vragen die er zijn, alle mogelijke situaties die zich voor kunnen doen. Waarvoor mensen 1 landelijk nummer, hè, want we willen de primeur in Tiel hebben, Tiel Rivierenland. En dan 2005, 2016 landelijk en zelfs in Vlaanderen uitrollen. Dat zijn wel ambities. Ja, maar de problematiek is ook overal eigenlijk vergelijkbaar. Ja, mag ik gewoon ter verduidelijking voor de mensen die denken, hoe zit het nou? Een soort van praktijkvoorbeeld even aanstellen. Ja. Stel je voor, mijn oma is 82. Ja. Redelijk slechte been, kan nog wel een beetje voor zichzelf zorgen, want ze kookt iedere dag, maar haar conditie wordt steeds slechter. En eigenlijk zouden we nu zeggen, ze is klaar voor een verzorgingstehuis. Dat is de bedoeling is, ze wil niet, maar de bedoeling is dat dat zou gaan gebeuren vroeger. Ja. Wat zouden jullie concreet voor haar kunnen betekenen? Wij zouden, als zij contact opneemt, hè, want de regie ligt wel bij degene die thuis woont of bij de mantelzorger. Dus je kan zelf contact opnemen. Maar dan kunnen we advies geven over steun in de buurt. Waarbij eventueel ook voor haar gekookt wordt of hulp op andere vlakken gaat. Jullie gaan echt naar haar toe? Ja, en dan gaan jullie een soort van lijstje maken met... Ja, op een gegeven moment wel. Kijk, het servicepunt Thuiswonen heeft eigenlijk een buitenste schil. En dat is zeg maar dat landelijk telefoonnummer. Dan krijg je altijd levend mensen aan de telefoon. Die luistert, ja, geen doorkies minuutjes of dat soort dingen. Ja. Maar die luistert naar je, die probeert ook de vraag achter de vraag te vinden. Als er een vraag is, want je mag ook gewoon bellen als je zin in een praatje hebt. Dat is ook goed. Jawel, het is ook een soort eenzaamheidsbestrijding wat we willen gaan doen. En als er een vraag is waar we een antwoord op weten, dan wordt er natuurlijk een antwoord gegeven. En anders zoeken we het antwoord. Dan gaan we zelf instanties roepen en bellen en vragen van hoe zit dit. Als ik het een beetje samenvat, ontzorgen jullie dus. Hè? 1 aanspreekpunt die van alles regelt. Precies, een soort van buddy. Hè? Dus, heel goed. Dus alles kan bij ons. En dus heel breed ook. Heel breed. Het kan gaan over een brief van de Belastingdienst. Het kan ook gaan over UPC die de zenders verandert. Of je computer die het even niet doet, bel maar. En wie zijn dan de mensen die dan uiteindelijk die zorg gaan verlenen? Ja. Zijn dat professionals? Die zitten er wel achter.
Maar de buitenkant, dat is een ring van vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers? Als het even kan, ouderen voor ouderen. Hè, mensen die met pensioen zijn, echt nog iets willen betekenen in de samenleving. Een beetje participatiemaatschappij. En die of zelf mantelzorg geweest zijn en weten waar je tegenaan loopt en hoe je van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Precies, met ieder zijn eigen specialisme. Precies. Dus iemand die heel goed is in belastingformulieren invullen, die kan bijvoorbeeld langskomen bij iemand die problemen mee heeft. Ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Ik neem aan van wel. Ja, we willen hier in Tiel beginnen met 20 vrijwilligers die zich pakweg 2 dagdelen in de week beschikbaar stellen. Ze kunnen gewoon thuis werken, je moet een telefoon en een computer hebben. En we zijn op zoek naar vrijwilligers die verstand van een specifiek item hebben. Een ik neem aan dat jullie een website hebben waar het in en erop staat, wat jullie precies zoeken. Ja. Waar kunnen ze vervolgens terecht? Een mail sturen of telefoon? Nou, we staan 11 oktober op de vrijwilligersmarkt in het stadhuis. Dus dat is voor ons ook de primeur, waarbij we voor het eerst foldertjes en dergelijke uitgeven. Heel goed. 1 januari willen we eigenlijk live. En mensen kunnen nu al terecht op www.service.thuiswonen.nl. Ja, daar staat hij. www.service.thuiswonen.nl. Hartstikke goed. Jouw persoonlijke betrokkenheid. Ja, waar komt het vandaan? Ja, dat komt wel van diep. Mijn moeder is overleden aan Alzheimer. Oh. En dat is best wel een lange weg geweest naar het zoeken naar zorg. En hoe stel je iemand onder curatele? En je ziet ook dat alle emotionele dingen die worden heel zakelijk benaderd. Terwijl alle zakelijke dingen heel emotioneel worden. Nou, dat is een heel Het is een zoektocht en op het ogenblik zijn we het ook wel aan het modderen met mijn schoonmoeder. En mijn generatie merk je toch ook wel in je vrienden- en kenniskring dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. En ouderen, maar ook Alzheimer Nederland zit eigenlijk te roepen om een 1.1 loket, one-stop shopping, hè, waar je terecht kan voor al je vragen. En jij bent eigenlijk een man uit de markt, zo mag ik het best wel stellen. Politiek gezien is er veel te doen om zorg, hè, van de landelijke overheid. Wordt geld beschikbaar gesteld aan lokale overheden, die dat vervolgens zelf moeten gaan inrichten. Hoe zie jij dat, kort samengevat? Nou ja, kijk, het biedt kansen. Is de transitie. Maar er wordt dan geroepen van het biedt kansen en uiteindelijk is er minder geld. Met minder geld meer doen, maar kan dat ook? Ja, ik denk dat dat kan. En ik denk dat we ook een swing in de samenleving kunnen krijgen als mensen voor elkaar wat gaan doen. Ja, die participatiemaatschappij. Ja, precies. Eigenlijk zoals het altijd geweest is vroeger natuurlijk. Ja. Het is wel anders, want de generatie die nu met pensioen gaat, die hebben vaak veel meer echtscheidingen of problemen of kinderen ver weg. De wereld is kleiner geworden. Niet iedereen heeft kinderen. Dus die mantelzorg is anders dan vroeger. En daar moet je echt wel wat voor doen, wil je weer toch een goede participatiemaatschappij realiseren. Nou, volgens mij mogen we er trots op zijn dat zo'n organisatie in Tiel start. Ja, en we hopen dat de gemeente wil participeren. Dat is wel essentieel, hè? Want wij zijn, het is geen winstoogmerk wat we hebben. Dus we willen echt in de samenleving, gemeente voor gemeente, dit aan gaan pakken. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Ja, inderdaad. Prachtige organisatie. En we blijven jullie volgen. Ja, heel veel succes ook hiermee. Nou, fantastisch. Dan is het nu tijd voor het bloemetje van de week. Ik zit hier naast Sabrina. En Sabrina, jij bent de briefschrijfster van deze week voor het bloemetje voor Thea. Ja. Vertel jij mij eens even wat er in die brief stond. Ik ben bijna 2,5 jaar geleden moeder geworden van een drieling. En toen ik in het ziekenhuis lag, toen kreeg ik een mailtje van voor mij een vreemde Thea. Ik kende haar wel via kenden we elkaar, maar niet persoonlijk, zeg maar. En zij heeft zich voorgesteld om te komen helpen bij de verzorging van de drieling. En ik dacht eerst gewoon, in de kraamperiode. Maar nu 2,5 jaar later is ze er nog steeds, 2 dagen in de week. Vrijwillig en zonder eigen belang. Dus vond ik wel bijzonder. En ze is een hele grote steun voor ons. Gewoon, ze neemt een hele hoop zorg uit handen. Maar ook dat ik tijd heb om, als ik een keer overdag wat wil plannen of wat dan ook, dat het ook kan. Dus ja. Ja, eigenlijk zomaar een hulp uit het niets. Ja. Een heldin voor jou. Ja. Ik heb begrepen dat Thea ook zelf jaren werkzaam is geweest als verpleegkundige in het ziekenhuis op de kinderafdeling. Ja, op de kinderafdeling. Ja. Dus toen ik lag daar op de kinderafdeling met de kinderen. En toen was ook de mensen daar, die kenden haar nog van vroeger. Dus die zeiden ook allemaal, dat moet je zeker accepteren. Want het is een supergoeie vrouw en daar heb je een hoop steun aan. Dus dat is ook wel gebleken. Dus. Ja, inmiddels 2,5 jaar verder. En geweldig. Dus vandaar dat bloemetje. Ja. Hallo Thea.
Jij was heel druk bezig met de kindjes. Ja. Kom je even dichterbij? Wij komen jou een bloemetje aanbieden. Oh. Ja, daar begin ik mee. Oh. En dat bloemetje is namens Sabrina. Want zij is zo vreselijk blij met jou. Oh, wat aardig. Ja, dat vind ik geweldig. Wat een verrassing. Had ik helemaal niet verwacht. Nee, jij hebt je 2,5 jaar geleden opgeworpen als de grote hulp hier. Ja. Ondanks het feit dat jij zelf ook kleinkinderen hebt. Hè? Ja, dat klopt. Ja. En daar zijn zij dus vreselijk blij mee. Nou, ja. Nou, verrassend, ja. Nou, ik vind het zelf gewoon heel leuk om te doen. Dus wat dat betreft is het gewoon een hobby voor mij. Maar ja, ik vind het ook wel heel fijn als zij blij met mij zijn natuurlijk. Ja. Ja, je merkt het, een blijk van waardering van deze kant. Ja. Nou, dankjewel. Ja, Sabrina, dankjewel. En waar is het voor van? Tiel aan tafel. Stadstv Tiel, Tiel aan tafel. Oh. En daar zijn daar wij van. Ja. Nou, heel erg leuk. Goed. Verrassend, bedankt. Ja, goed. Ja, ik doe gewoon omdat ik het leuk vind. Maar ja, het is natuurlijk heel erg fijn dat zij er blij mee zijn. Ja, nou, helemaal top. Lekker zo door. Dankjewel hoor. Ja, bedankt. Ja. Volgens mij was ze heel verrast, hè? Ja, ze had het niet zien aankomen. Ik had ook al gisteren wat met haar man zitten appen. En zonder dat ze door had en over die tijd af te spreken. En dus dat was wel, wel leuk dat ze echt verrast was. En ook dat inderdaad ik zelf de deur niet open hoefde te doen. Ik zat al boven heel lang de badkamer schoon te maken. Dus dat was goed voorbereid. Ja, nou, hartstikke goed. Ja. En fijn dat je dit met ons hebt willen delen. Ja. Dank je wel. Ja, en bedankt voor de bloemen. Nou, dat was het bloemetje van de week. Wilt u ook een bloemetje aanvragen voor iemand die u bijzonder leuk of dat hij iets bijzonders heeft gedaan? Dan kan dat. Sari, hoe kunnen mensen dat doen? Ja, even een e-mail sturen naar www.stadcvtiel.nl of kijk op onze StadCV-app. Daar staan ook alle routes daar naartoe. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, het was weer een interessante aflevering. Hè, met onder andere Pieter van den Burg die vertelde over Jesse Tiel. Ja, en over dat nieuwe stukje in onze samenleving waar Herman Jonkmans mooie dingen over heeft verteld met zijn prachtige organisatie. En natuurlijk de vaste ingrediënten, de straatpraat en het bloemetje van de week. Volgende week zijn we er weer. Graag tot de volgende Tiel aan tafel.